voorbeeld Steenbok. Steenbok, van harte welkom op het kanaal van Mireille Online. Mijn naam is Mireille van Rijn. Leuk dat je deze video hebt aangeklikt en we gaan kijken, Steenbok, voor de maand juli 2020, wat er in naar voren mag komen voor jouw sterrenbeeld. Ik ben heel erg benieuwd en jij vast ook, anders dan zou je niet kijken natuurlijk. En ja, voordat ik de kaarten ga schudden, Steenbok, dan ik wil iedereen even heel erg bedanken. Ik heb afgelopen maand ook weer zo enorm veel reacties gekregen. Super, super gaaf. Ik heb het met een glimlach allemaal gelezen. Ik hoop dat ik iedereen een likeje teruggegeven heb. En het was gewoon niet te doen om op iedereen persoonlijk te reageren. Zoveel reacties waren er. Maar wat was dat leuk. Dus blijf dat zeker doen. Ook die duim omhoog. Helemaal te gek. Alle prijswinnaars zijn inmiddels een reactie terug op de hoogte gebracht. Dat ze gewonnen hebben. Een aantal mensen hebben nog niet gereageerd op via een bericht of een mail of zo dat ze gewonnen hebben. Dus check even of jij niet een bericht over het hoofd hebt gezien. En verder iedereen van harte gefeliciteerd met je prijs. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Laat me ook even weten of alles goed is ontvangen. Vind ik natuurlijk ook wel even fijn om te weten. En geniet er lekker van. Heb jij niet gewonnen, niet getreurd, want er komt vanzelf alweer een leuke nieuwe winactie aan. En ik hoop eigenlijk dat ook deze video's altijd weer een klein cadeautje voor je mogen zijn. Dat is in ieder geval wel mijn intentie, lieve Steenbokken. En we gaan eens even kijken, Steenbok, wat er voor jou naar voren mag komen in het algemeen voor de maand juli 2020. Wat mag er naar voren komen voor het sterrenbeeld Steenbok? Voor de maand juli 2020. Kom maar door. Wat mag ik doorgeven? Oké. Munten 10. Bekers 9. Oké. Hey, Steenbok. Waar zit jij? Even een klein beetje meer zo. Ik laat toch de kaart even in beeld zien. Munten 3. Bekers 3. En oké. Nou, dan gaan we de Lenneman even bijhalen. En ter verduidelijking en ter bevestiging en ter verdieping. Voordat ik de kaarten ga schudden, is wel leuk om even te laten zien. Dit zijn de meest klassieke Lenneman kaartjes waar ik het ooit ook mee geleerd heb. En dat zijn deze. En er zijn heel veel mensen die aan mij vragen, joh Mireille, wanneer ga je weer een cursus geven? Wanneer ga je weer kaarten leren leggen? Dat heeft even op zich laten wachten. Inmiddels ben ik weer zover. 9 augustus start Lenneman level 1 en Lenneman level 2. Level 1 is echt voor beginners, voor mensen die nog nooit met kaarten hebben gewerkt. Level 2 is voor mensen die wel al kaarten kunnen leggen of daar wel een beetje kaas van gegeten hebben. En gaan we doorontwikkelen eigenlijk. Er staat een uitlegvideo op dit kanaal over die trainingen. En anders klik je even de beschrijving aan onderaan deze video. Dan kom je daar ook vanzelf bij uit. Oké, nou genoeg daarover, maar dan heb ik het in ieder geval gemeld. Steenbok, wat mag ik vanuit de Lenneman ter aanvulling doorkrijgen voor de Steenbok voor juli 2020? Oké, munten, of de munten op de munten, de aas. Dan heb ik de hond en dan hebben wij de zon, de weg. Zo, nou Steenbok, dit is waar jij nu in verkeert of binnenkort in zal gaan verkeren. Dit is het wat langere verleden. Dit ligt daaronder vanuit een kort verleden. Het inzicht, dit is waar het naartoe mag gaan. Jeetje, munten 10. Nou, hoe mooi wil je het hebben? Ik laat hem gelijk even aan je zien. En munten 10, alles is er. Alles wat je maar wenst. Er is winst of een erfenis kan het zelfs zijn. In ieder geval succesvolle situatie. Het is eigenlijk een hele rijke, rijkelijke kaart. Met heel veel mogelijkheden die geboden worden of geboden gaan worden.
nieuwe kansen, dat ligt hier ook, hè? Maar dan vanuit het hoofd, dus vanuit het denken eigenlijk. Ja, kracht bij tegenslag. Dus je gaat volledig in je kracht. Er komen nieuwe kansen op je pad en daar ga je gebruik van maken. Belangrijk, Steenbok, is dat je het vertrouwen in daarin durft te hebben. Bekers 9. Eigenlijk ook weer dat je heel erg tevreden bent met wat je tot nu toe hebt bereikt. Daar mag je ook echt van genieten. En het is een overgang naar een nog betere situatie. Je hebt alleen nog niet helemaal het zicht erop. En daar mag je gewoon op vertrouwen. De bekers, hè, er staan 9 bekers voor je. Gordijn zit nog wel dicht. Dus je hebt nog niet helemaal zicht op die bekers 10. Van hé, wat komt daar? Maar geniet en tel je zegeningen. Het is zo belangrijk dat je vanuit dankbaarheid je zegeningen durft te tellen. Want dan kan het alleen nog maar beter gaan stromen voor jou. Dit is wat eronder ligt. Je hebt even in een situatie gezeten. Zwaarde 2 in een strijd. In een tweestrijd. Je liep daar een beetje in vast. Letterlijk of figuurlijk zat je daar wat in vast. Je durfde niet echt een beslissing te nemen. Je zat in een dualiteit. En ergens stond je of sta je voor een moeilijke keuze. Maar hier heb je weer een aas. De aas, de zon. En de zon staat voor optimisme, voor nieuwe kansen, voor overvloed. Echt voor geld, succes. Dus dat ligt eigenlijk heel erg mooi. Dus het gaat er allemaal heel anders voor jou uitzien. En dat komt omdat jij keuzes gemaakt hebt. Je bent iets meester geworden. Ik heb ook het gevoel dat je voor jezelf bent opgekomen. Dat dingen duidelijk zijn geworden. En je gaat een nieuwe weg in. Dat is ook de koningin van munten. Dus weer munten. Munten. Wat ligt dat mooi. Veel munten heb je sowieso en bekers. Maar ik zit even te kijken. Want hier had ik een aas. Hier heb ik een aas. En ik ben nu weer van de azen tellen. 2 azen. Dus dat is sowieso heel positief. Staat ook voor partnerschap. Staat eventueel voor een verhuizing of een nieuw huis in zicht. Vernieuwing in je liefdesrelatie. En hier is het belangrijk dat je je rust pakt. Dat je eventueel ook in meditatie gaat. Dat je je gevoel weer gaat beheersen. Dat betekent niet dat je onbeheerst was. Maar daar heb je het even moeilijk mee gehad. Maar daar bevind jij je nieuwe weg wel weer in. Met dit als resultaat waar het gewoon allemaal in gaat verkeren voor jou. Dit is het inzicht. Je piekert, je knaagt, je voelt je bestolen, je voelt je bedonderd. Je voelt je armoedig. En dat is munten 5. Angst voor emotionele of materiële tekorten. Maar die boom, hè, van de munten die je hier ziet, die is al aan het groeien. Het is een inzicht waar je naar mag kijken. Het is een stukje verlies, een gemis. Dat wat je ervaart. Hè? Maar toch ga je verder. En het gaat gewoon voor jou groeien. En als je dat inzicht kunt pakken. Dan kan je door naar het volgende. En je mag echt uit die angst van die munten 5. Want het is echt een beetje. Het is vooral heel erg belangrijk dat je je inzicht gaat pakken. Dat je uit die angst stapt. Dat je het heft in handen gaat nemen. En ja, die muizen zijn vervelend. Het is eigenlijk een ongedierte, hè, zoals we dat dan noemen. Muizen bestelen, bedonderen. Zijn gewoon hele. Dat knaagt gewoon aan je. Dat ligt echt op het inzicht. Maar goed, dat is een momentopname. Hè? Dat is niet een jaar lang of zo. Hier de hoge priester. En dat is waar het naartoe gaat. En de hoge priester is eigenlijk een adviserende rol. Maar er komt ook heel veel inspiratie voor je aan. Dus je gaat weer inspiratie ervaren. Je laat je ook niet meer van de wijs brengen. Waarheid komt aan het licht. Dus dat is ook heel fijn. Dus dit verhaal, het komt aan het licht. Waarheid komt naar voren. Kennis komt naar voren. Het leermeesterschap komt naar voren. En er komt een document aan. En ik heb ook het gevoel dat dat of met gezag eventueel te maken heeft, met waarheid. Ook ergens wel een stukje rechtvaardigheid op de een of andere manier. Die hoge priester is eigenlijk de oude wijze. Hè? Die
eigenlijk een leermeester is. Maar het is belangrijk dat je heel goed bij jezelf blijft en je vooral niet van de wijs laat brengen. Communicatie, documenten, er komt een brief voor jou aan op de een of andere manier. Er wordt een beslissing genomen. En Niels is onderweg. Dus dat is heel mooi. En hier heb je hem nog een keer bevestigd. Want hier heb ik voor jou even die kaarten iets meer naar beneden. Want dan kan ik hier even mijn standaardjes neerzetten. Dan hoef ik ze niet de hele tijd naar voren te houden. Hier heb je namelijk de boodschapper. De ruiter. Dus dingen komen in beweging. En dat is hoe jij naar de situatie kijkt. Dan heb ik hier voor jou munten 3. Munten 3 is een kaart die groei laat zien. Die lering laat zien. En dan samen met die ruiter laat eigenlijk zien dat er dingen in beweging komen. Dat er een goede communicatie komt. Je bent echt naar iets onderweg. En daar kijk je ook eigenlijk naar. Je bent aan het kijken hoe jij nu zelf, want het gaat ook over gedachtes. Dingen eventueel kan versnellen. Munten 3 is een studiekaart. Het ontplooien van je talent, een stukje erkenning. En doordat je hierin gezeten hebt, ga je ineens jezelf erkend voelen, maar ook jezelf meer erkennen. Omdat je op de een of andere manier ook voor jezelf opgekomen bent. Dus heel goed, steenbok. Voor sommige steenbokken kan het ook zijn, omdat hier ligt ook het boek, het document. Geslaagd voor een examen of een erkenning gekregen, een onderscheiding gekregen, een diploma gekregen. Daar kan het ook nog mee te maken hebben. En daar wacht jij als het ware op. En dit is wat jou beïnvloedt. Het boek. Informatie wat naar boven gaat komen. En als je hem zo legt, de raadgever, dit is ook een raadgever, dus die liggen ook nog bij elkaar. Documenten en een geheim. En dat staat eigenlijk voor informatie wat naar jou toe mag komen. Maar ook studie. En een nieuw begin maken. Je gaat oude boeken sluiten en er is iets te winnen. Bekers 3. Het heeft met een overwinning en vreugde te maken. Het is echt weer tijd om je te gaan ontspannen en te gaan relaxen, lieve steenbok. En ik ben even aan het voelen voor jou. Het is wel niet een hele makkelijke fase geweest, maar toch ben je daar wel, heb je je beproeving doorstaan, want daar staat deze ook voor. Erkenning, maar ook een soort examen wat je gehad hebt. Dus dat is wel heel erg leuk. Ja, op je hoop en op je vrees, steenbok, heb ik hier munten 7 of bekers 7. En er is een angst. Kijk, je hebt alle bekers overeind, maar één beker is bedekt. En je ziet daar die slang hier. En je bent bang van, ja, is die slang nu werkelijk veranderd of niet? Daar zit je angst op. En je hebt op al die bekers zicht. En je hebt het idee dat je nu al moet kiezen. Er zit een bepaalde strijd, een tweestrijd in jezelf. Strijd met een ander. Maar ook dat ga je meester worden. Je hebt al 2 meesterkaarten. Je hebt hier de 22. Hier heb je de 22. Hier heb je de 11. En staat voor het meesterschap. Ook de hoge priester is het meesterschap. Dus je bent dat allemaal aan het overwinnen. En ja, misschien moet je nu niet hals over kop keuzes gaan maken. Belangrijk is dat je gevoel goed is. En je gevoel weet wanneer je keuzes mag maken of de juiste keuzes kunt nemen. Dus forceer het niet vanuit je verstand. Zorg dat je gevoel en je verstand samenwerken. Zodat je wel overwogen de juiste keuzes kunt gaan maken. Want als je dat vanuit paniek doet of een niet weten doet, dan wordt de twijfel na het maken van jouw keuze nog groter. Dan heb ik hier de koningin van staven met haar zwarte kat en de zonnebloem en de verankering. Ja, de koningin van staven is de onafhankelijke dame. Altijd zorgen voor anderen. Ze is temperamentvol, heeft veel vuur bij zich, maar ze heeft ook magische kracht, want het laat die zwarte kat ook zien. Die zonnebloem is eigenlijk een goddelijke bloem. En dat is ook de zonnebloem groeit ook naar de zon. Het staat voor vreugde, levensvreugde, vruchtbaarheid. Je gaat heel erg naar die verstandelijke, moedige kant. Dat is waar het ook naartoe gaat. Je inzicht wijst je ook echt de weg. En dat gaat samen met je hart. Dus wat ik hier eigenlijk al benoemde, gaat hier ook naar voren komen.
Zorgzaamheid. Je gaat ook weer veel meer voor jezelf zorgen. Want je bent wel een heel zorgzaam iemand. Een liefhebbend en zorgzaam iemand. Maar belangrijk is ook dat er voor jou gezorgd wordt. En dat je er goed op let dat de ander ook voor jou zorgt. Maar jij ook voor jezelf zorgt. Het anker betekent eigenlijk ankervaste situatie. Het anker kan staan voor hoop. Hè, zoals hoop, geloof en liefde. Maar het gaat ook over houvast en veiligheid, een thuishaven hebben en je grote liefde. Het gaat hier echt vooral, wat ik hier voel, om steun, om houvast, vertrouwen weer te herpakken. En vooral dit stuk te gaan genieten, dus stap uit die angsten, want het wordt wat vertroebeld door wat angsten. Dit is best wel een beetje een angst en een piekerstukje. Hier sta je nog niet helemaal open. Hè? En de tijd heeft soms ook. Hè, de processen hebben soms ook gewoon de ruimte en de tijd nodig. Dat is ook niet goed of fout. Forceer dingen ook vooral niet. Als je echt angsten voelt, neem even de tijd en de ruimte. Zodat. Ja, het proces haar werk kan doen. En dan kan jij weer vol in vertrouwen. Gewoon lekker stromen zoals jij wil stromen, lieve steenbok. Dus dat ligt er heel mooi bij eigenlijk. En zo zie je, ieder mens heeft hiaten en obstakeltjes in het leven. Het gaat er vooral om, hoe ga jij er zelf mee om? En we gaan engelenkaarten doen en we gaan kleurkaarten doen. Ter aanvulling en ter affirmatie. En heb jij zoiets, hey Van Rijn, ik vind dit gaaf, het raakt me, ik herken het, of ik wil voor mij persoonlijk nog graag eens een kijkje hebben. Nou, dan kun je mij natuurlijk altijd benaderen via www.mediummireille.nl voor een persoonlijk consult in de praktijk of een telefonisch consult. Je kan ook eens even kijken naar een kwartaalreading, dan kijk ik 3 maanden vooruit, misschien dat dat iets voor je is, of een halfjaarreading. Anyway, ga gewoon eens even kijken als je daar interesse in hebt op de site. De linkjes staan hieronder. En je kan natuurlijk altijd terecht op www.puurmedium.nl voor een direct telefonisch consult. Zo, nou, we gaan eens even kijken wat de engelen hier aan toe te voegen hebben voor jou. Lieve engelen, wat hebben jullie voor een boodschap voor de steenbok voor de maand juli? Wat mag ik de steenbok meegeven voor de maand juli? Spiritueel inzicht. Aartsengel Raziel. Ik geef je esoterische lessen en symbolen. En ik help je om inzicht te krijgen omtrent spirituele waarheden. Wat mooi. Ik zet hem hier voor je neer. Dit is de kaart. Mooi hè, dat violet en die vredesduif. Staat altijd voor vrede en puurheid. Die kaart heb ik voor jou. En dan gaan we een kleurkaart pakken. Ik ben wel heel benieuwd. En misschien heb je hier genoeg aan. Hè? Dat is ook helemaal prima. Het kan ook nooit met alle steenbokken 100% resoneren. Dus dat wil ik wel even gezegd hebben. Haal er vooral uit waar jij wat mee kan. En de rest mag je lekker loslaten. Oké, welke kleuren zijn ondersteunend voor het sterrenbeeld steenbok voor de maand juli 2020? Lila met Kiaan, als ik het goed uitspreek. Bouw je zelfvertrouwen op en versterk je vertrouwen. Nou, kijk eens, steenbok. Deze zijn voor jou heel erg belangrijk, deze kleuren. Ook hele mooie kleuren, dus ga eens even kijken of er edelstenen zijn die jou hierin kunnen ondersteunen. Of kleding en nou, bloemen zijn er genoeg op dit moment. En plantjes, sperkgoed, er is van alles. Niets moet, ik wijs je er alleen maar op. En het kan jou ondersteunen. Nou, welke romantische boodschappen mag ik vanuit de engelen doorgeven voor het sterrenbeeld steenbok juli 2020? Wat mag ik doorkrijgen? Wil jij echt meer weten voor liefde, dan kun je natuurlijk altijd even naar de extra liefdeslegging kijken voor jouw sterrenbeeld steenbok. En nou, kijk eventjes. Blijf je openstellen en speelsheid. Je zielsverwant kan heel anders zijn dan je verwacht.
anders dan jouw type. En als je de romantiek wil doen herleven, laat dan de levenslust van je innerlijke kind op de vrije loop. Deze zijn voor jouw steenbok, alsjeblieft. En natuurlijk pakken we daar nog even twee liefdesorakelkaarten voor jou bij. Welke liefdesorakelkaarten mag ik doorkrijgen voor de steenbok voor de maand juli 2020? Kom maar door, wat mag ik doorkrijgen? Zo, steenbok. Ben je er klaar voor? Liefde in overvloed. Er komt heel veel liefde op je pad. Laat haar toe. Alsjeblieft. Past ook mooi hierbij, deze kleur. Dus dat vind ik ook geen toeval. En een romantiek Cupido-spel treft zijn doel. Ik wens jou heel veel plezier, steenbok. Helemaal leuk. Lieve steenbok, ik hoop dat ik jou voor de maand juli heel veel inzichten, vooruitzichten en hopelijk ook heel veel inspiratie heb mogen geven. Laat mij zeker even weten hoe je het ervaren hebt, wat je ervan vond in een reactie. Vergeet natuurlijk die duim niet omhoog te doen, dat vind ik ook superleuk. En ja, ken je andere steenbokken die hier misschien ook iets aan kunnen hebben? Zeg het voort. En ben je nog geen abonnee? Hieronder kun je je abonneren. En dan krijg je automatisch een berichtje of een melding als ik weer wat te melden heb. En verder wens ik jou een hele mooie juli maand vol nieuw vertrouwen toe. En dank je wel. En ik zou zeggen tot de volgende. Doei doei!